Hoe a-relaxed is het dat als je je liedje hebt gezongen en je krijgt te horen dat je door bent, dat je dan in de sing-off moet? Heel a-relaxed. Je staat als stijf van de zenuwen. En dan moet je echt opnieuw gewoon die energie te pakken krijgen. Ja, het was echt heel lastig. Is dat wel gelukt, die energie weer te pakken? Ik had gewoon echt moeite om in de muziek te komen steeds. En er zijn gewoon te veel dingen gebeurd vandaag, waardoor ik mijn concentratie niet bij me had. En dat heeft geen vruchten afgeworpen, nee. Maar wel heel begrijpelijk. Ja, voor mij wel. Ik had liever willen presteren, maar het is gewoon wat het is. En ik heb mijn best gedaan, maar meer kan je er niet van maken. En familie is gewoon te belangrijk. Ja. Christiana, ja? Dat waar je voor vreesde, is werkelijkheid geworden. Ja. Kwam het door de zenuwen? Nee, ik was niet zenuwachtig. Maar tijdens het sing-off? Tijdens het zingen niet. Daarvoor wel, want ik wist natuurlijk niet of ik in de sing-off terecht zou komen. Maar toen ik eenmaal dacht, oké, nu ben ik in de sing-off, dacht ik, nou ja, dan zing ik mijn liedje gewoon. En toen was ik weer helemaal rustig. Ja. En daarna, bij de bekendmaking van de laatste, hoe heet dat nou? Kandidaat van de liveshow, blablabla, dat. Ja. Ja, toen was ik weer helemaal van, oh. Maar ja. Verdrietig? Ja, ik wilde echt heel graag naar de live show. Maar ja, I'll get over it. Evenildo! Hey! Hoe voel je? Wauw, ik kan niet uitleggen. Helemaal ontladen, helemaal. Ik kan het niet uitleggen, man. Het is helemaal te gek. Ja. Echt een lekker gevoel, heerlijk. Hoe blij ben je? Op een schaal van 1 tot 10. 11? Ja, sorry, 10 is niet genoeg. 11. Echt serieus. Nee, ik ben echt heel blij.